Zo, we gaan eventjes de oefeningen van reeks 14 overlopen. We beginnen met de eenvoudige formules. Je gaat wel zien dat de versie van LibreOffice waar ik mee werk, dus wel LibreOffice 5.0, hier zie je dat, 5.03 zelfs, dus wel allemaal Engelstalig, omdat ik op Linux werk en niet op Windows. Maar op zich blijven de oefeningen redelijk hetzelfde. Een eenvoudige oefening waarin dat je optelling, aftrekking, vermenigvuldiging, deling en machtsverheffing gaat moeten doen. Hier van onder zie je de verschillende tabbladen staan, dus we gaan beginnen met die van optelling. Een eenvoudige oefening, veel eenvoudiger dan dit, zullen we ze niet kunnen maken. Je moet twee taken met elkaar optellen en daar het totaal berekenen. Er zijn twee eenvoudige manieren om dat te doen. Je drukt op de is-toets op je toetsenbord, kiest de waarde van de eerste taak, drukt op het plus-teken van je toetsenbord en kiest de tweede taak. Nu, ik werk eigenlijk altijd met de toetsen op het numerieke gedeelte van het klavier. De plus, min, maal en gedeeld zijn dan heel handig bereikbaar. Dus hij gaat dat totaal berekenen. Ik kan via de vulgreep hier de formule doorkopiëren naar de andere cellen. Ik ga je ook een tweede manier zien om zo totalen te berekenen. En dat is deze. Je hebt hier een sommatieteken. Als je dit teken drukt, gaat hij eigenlijk de somfunctie aanroepen. En je kan dan zeggen, ik wil niet de som van deze getalletjes, maar ik wil van deze twee cellen de som gaan berekenen. Drukt op enter, de som wordt doorgevoerd. En ook hier kunnen we de vulgreep gebruiken om de rest van de oefening af te werken. We gaan door naar de volgende oefening, een aftrekking. Je hebt inkomsten en uitgaven. Hier moet je de winst gaan berekenen. Zeer logisch, je drukt op het is-teken. Je neemt de cel met de inkomsten, drukt op het min-teken op je toetsenbord, drukt op de cel met de uitgaven en je krijgt het verschil of de winst. Die kopieer je door naar alle andere cellen. Vermenigvuldiging werkt net hetzelfde. Je hebt een totale prijs nodig, hoeveelheid en prijs per stuk. Is de eerste cel, in dit geval B7, drukt op het maalteken op je toetsenbord, niet op de X, maar echt op het maalteken, het sterretje in dit geval. Drukt op de prijs per stuk, drukt op enter en diezelfde formule doorkopiëren naar beneden. We gaan naar de deling. Hier zijn er mensen die proberen om dit te doen. Is de eerste cel en dan typen ze gedeeld door op de dubbele punt. Deze cel, maar je gaat zien dat dat niet werkt, dus dat is niet de correcte methode. Nu had je naar de opgave gekeken, hier beneden, dan had je gezien dat de deling voor, gedaan werd met de schuine streep. Net zoals ik daar straks al zei, gebruik de toetsen rechts op het numerieke gedeelte van je toetsenbord, plus min maal gedeeld, dan maak je eigenlijk nooit die fout. Dus ik heb de deling hier nodig, is cel B8 gedeeld door op de schuine streep de deler. Diezelfde formule doorkopiëren naar beneden. Nu goed. Je hoeft geen opmaak te veranderen van deze cellen. Je zou dat wel kunnen gaan doen. Format cells. En dan zou je kunnen gaan zeggen, zo bijvoorbeeld, oké, en dan krijg je twee cijfers na de comma. Je kan het van boven ook gaan doen, een cijfer meer of een cijfer minder na de comma. Dan kan je daar ook aan aanpassen. Goed, maar dat wordt niet gevraagd in deze oefening. De machtsverheffing, had je naar de opgave gekeken, dan had je geweten dat het dat hoedje is. Dus, wat heb ik hier nodig? De tweede macht van dit deeltal. Dus ik zeg, is gelijk aan het deeltal en dan het teken op je toetsenbord. Zo staat bij mij langs de letter P. Oei, daar staat hij. Even drukken. En ik heb de tweede macht nodig, dus hoedje 2. Zo, even testen. 10 x 10 zou inderdaad 100 moeten zijn. Hier ga ik het mij even gemakkelijk maken. Ik ga die formule gewoon kopiëren. Ctrl-C. En ik ga die hier plakken. Ctrl-V. Ik verander de 2 in een 3. En hier doe ik net hetzelfde. Ik verander hier, ik ga hem eerst plakken, de 2 in een 4. Dan kan ik die eenvoudig aanduiden en zeggen, kopieer de formules maar naar beneden. En dan ga je zien dat dat gewerkt heeft. Dat is eigenlijk die eerste oefening, 14-1-1 opwarmertje. Ik sluit, ik ga het niet bewaren. En ik ga rechtstreeks die tweede van handbal maken. Dat is een gelijkaardige oefening. Wat staat hier? Bereken de punten per handbalteam in kolommetje H. Dus hier zijn de totalen. Elke lange afstandsworp is 3 punten waard. Dus als we kijken naar Raalte, die heeft 5 lange afstandsworpen. 3 punten per lange afstandsworp. Dus dat lijkt 15. De doelpuntjes zijn slechts 1 punt waard. Vliegertjes zijn 2 punten waard. Dat staat daar beneden. Strafpunten moeten natuurlijk van het totaal afgetrokken worden. Ook die gaan we gewoon stap voor stap bouwen. Is gelijk aan deze cel maal 3. En dan zou je verder gaan bouwen. Nu, ik ga hier al eens even op enter drukken, zodat dat die formule al gemaakt is. En dan begin ik eigenlijk zelf bovenaan verder te bouwen, maar ga ik rekening houden. Ik ga haakjes zetten, ronde haakjes, zodat hij zelf de prioriteit gaat kunnen, zodat hij eigenlijk de prioriteit kan gaan bepalen. Plus, wat hebben we nog nodig? Een doelpunt is slechts 1 punt waard.
Dus ik hoef daar niet te doen de doelpunten maal 1. Dat is een zinloze berekening, dus dat gaan we niet doen. Plus, wat hebben we nog nodig? Die vliegertjes, die gaan we maal 2 moeten doen. Dus ik ga nu al de ronde haakjes openen. Deze cel maal 2. Ik sluit de haakjes. En dan moeten er uiteindelijk de strafpunten nog vanaf. Dus ik doe min de strafpunten. Zo, ik druk op enter. 31 zou dat moeten zijn. Ik kopieer die formule door naar onder. En ik ga ook eens even kijken naar mijn PDF-bestand. Dat is altijd de oplossing. En als ik hier ga kijken, oké, dat eerste totaal was 31 en dan 29. Dus volgens mij 31, 29. Die oefeningen zijn klaar. Volgende oefening gaan we weer over een ander onderdeel.